Aanplakborden in de binnenstad laten Gronings talent zien. Deze maand kan iedereen zich kandidaat stellen voor een plekje op een van de borden. De deelnemers aan deze actie moeten zorgen via Facebook de meeste stemmen te krijgen om te worden geplaatst. De actie is onderdeel van de campagne City of Talent, waarmee de gemeente Groningen wil neerzetten als kennis- en innovatiestad. Daarvoor is het vooral belangrijk dat talent zichzelf gaat herkennen. Denk, hey, verrek, dat is aardig, ik heb eigenlijk ook wel een talent en daar zou ik meer mee kunnen doen. Maar het is ook de bedoeling dat mensen gewoon een beetje snappen wat voor soort talent er in deze stad loopt. Je kijkt altijd naar de andere voorbeelden, voorbeelden van andere steden, internationaal. En dan vergeet je soms wel eens een beetje in je eigen buurt te kijken en te zien wat voor enorm belangrijk op wereldniveau onderzoek hier bijvoorbeeld gebeurt. En welke belangrijke ontdekkingen hier worden gedaan en welke belangrijke uitvindingen hier worden gedaan. En deze campagne wil ook een beetje laten zien, houd het bij jezelf en kijk ook eens om je heen, want er gebeurt veel meer dan je denkt. Groningen is een hele interessante stad en ik vind dat heel het land dat mag weten. Op alle fronten, op cultuur, innovatie, kennis. Er zitten ontzettend veel getalenteerde studenten ook. Kunstenaars, nou, het leeft hier op alle fronten. Je hebt de puddingfabriek waar allemaal creatievelingen zitten. Simplon, zo verschrikkelijk voor organisaties. En dat voor een stad met eigenlijk maar, vergeleken met de rest van het land, zo ontzettend weinig inwoners. Ja, daar moet je trots op zijn en dat mag iedereen weten. Ja. Uit recent onderzoek is zelfs gebleken dat Groningen van alle steden in Nederland het meest populair is onder de eigen inwoners. Groningen staat er heel goed voor. Als je naar landelijke onderzoeken kijkt en je ziet wat mensen belangrijk vinden in steden om te wonen en te werken, dan staan we in al die lijsten eigenlijk heel erg positief. En dat heeft te maken met het feit dat wij heel veel cultureel aanbod hebben. Wat natuurlijk nu wel de komende tijd onder druk komt te staan, maar dat maakt deze stad bijzonder. En we zijn een hele jonge stad met heel veel dynamiek, waar altijd wat gebeurt. Dus over deze stad, je moet altijd scherp blijven, je moet altijd blijven vernieuwen en ontwikkelen. Maar er zijn wel heel veel plekjes op aarde waar je veel meer druk om moet maken dan om Groningen. Groningen gaat het wel goed, denk ik. Toch verhuizen jaarlijks duizenden afgestudeerde studenten naar de Randstad. Want daar bevinden zich werkgelegenheid en goed betaalde banen. Bij alle studentensteden zien datzelfde principe. Het zijn natuurlijk studentensteden, daar studeer je en daarna is niet voor iedereen werk. En dat is ook niet per definitie altijd erg. Het gaat erom dat je je plek kent in de samenleving. En een talentenstad, een stad die zijn talent goed faciliteert, waar je van alles kunt worden, van alles kunt doen. Dat is ook een bepaalde waarde in het hele maatschappelijke spectrum. Dus het hoeft niet per definitie erg te zijn. Het is natuurlijk wel zo dat je niet als alles iedereen altijd maar weggaat, dat is niet goed. Maar dat is in Groningen ook niet aan de hand. Dus het kan altijd beter, maar Groningen weet ook heel veel talent aan zich te binden. En dat blijkt, want ook Harde Baas is niet van plan om te vertrekken. Nee, de enige reden die ik zou kunnen verzinnen is als ik ooit in de toekomst dingen internationaal zou gaan doen om de reistijd te verkorten. Maar het is de mentaliteit, de gezelligheid, het is lekker compact en er gebeurt gewoon ontzettend veel. Dus nee, ik zie mezelf hier nog lang niet vertrekken. De Groninger talenten zijn nog tot 11 juni op de aanplakborden te bewonderen.